Hoe heerlijk is het om lekker rond te wandelen door het centrum van je eigen stad? Je hoeft maar naar links te kijken. Hey, je hoeft maar naar rechts te kijken. En het ene na het andere mooie, monumentale, culturele pareltje verschijnt op je netvlies. Daarom ben ik er nog steeds zo verschrikkelijk doodziek van dat wij die prestigieuze titel Culturele Hoofdstad van Europa 2018 zijn misgelopen. Hè? Weet je wie het geworden is? Leeuwarden. Leeuwarden of fucking all places. Leeuwarden, waar het sinds de komst van de Romeinen alleen maar achteruit is gegaan. En dat ene stukje cultuur wat ze hadden in de vorm van een Friese doorloper door de opwarming van de aarde ook tot het verleden behoort. Ja, en dachten ze eindelijk iets moois cultureels voortgebracht te hebben in de persoon van Jan-Jaap van der Wal, is die gozer wel niet te verstaan. Nou, het is het allemaal net niet in Leeuwarden. Nee, dan hebben wij als Den Haag toch veel meer te bieden. Neem nou hier, het oude stadhuis aan de Groenmarkt. Dat is nou zo'n typisch voorbeeld van die authentieke Haagse cultuur. Dat staat hier al sinds 1565. Hè? Nou, neem van mij aan, toen waren ze in Leeuwarden nog aan het water trappelen. Hè? Het is hier sowieso een stukje historische grond. Het Haags Hofkwartier. Wist je trouwens dat er in de middeleeuwen al een hele grote markt was hier? Aan de Groenmarkt werd bijvoorbeeld groente verhandeld. Broccoli, spinazie, andijvie. Aan de visbanken, dat was de zoutwatervismarkt. Haring, schollen, kibbelingen. Op de riviervisbanken, daar werd zoetwatervis verhandeld. Forellen, snoeken, karpers. Stukje verderop, de korte poten. Daar werd klein pluimvee verkocht. Dwergkwartels, krielkippen, eendagskuikens. En aan de lange poten het grotere werk. Emoes, flamingo's, ooievaars en reigers. In die tijd is Den Haag ook aan zijn groen-gele kleuren gekomen. Ons Haags literair wonder Karel Kalis heeft zich daar ontzettend in verdiept en die kwam tot de volgende conclusie. In de middeleeuwen hadden wij in Den Haag ongeveer 2000 inwoners en was het armoedroef. Mensen hadden niks te makken en hadden nog ineens een normale wc thuis. En het toenmalige stadsbestuur dat verdomde het om openbare toiletten in de stad neer te zetten omdat ze dat geen gezicht vonden. Maar ja, al die Haagenezen moesten zich wel ontlasten en dat deden ze tegen deze muur. De muur van de grote kerk die toen al was gebouwd. Deze muur heeft ook jarenlang in de volksmond de Zijkmuur geheten. Pas jaren later is het in Jeruzalem een eigen leven gaan leiden, maar wij zijn ermee begonnen. En dan moet je je voorstellen, binnen no time lag de hele stad bezaaid met liters Haags pis en kilo's Haags kak. Geld om op te ruimen was er niet. En wat gebeurt er dan? Dan krijg je ziektes, epidemieën. Den Haag is van 1420 tot 1465 een echte pleurenstad geweest. Want dat was namelijk de ziekte die de kop opstak. En wat is nou een van de kenmerken van de ziekte, de pleuris, is dat dat speeksel een beetje groen-geelachtige kleur krijgt. Dus binnen no time lag er op die laag Haagse shit een dikke laag met groen-gele Haagse fluimen. En uit respect voor al die slachtoffers van de ziekte de pleuris. En omdat het toenmalige stadsbestuur er niet meer onderuit kon, hebben die groen-gele kleuren een eigen plek in ons vaandel veroverd. En zo is Den Haag aan zijn groen-gele kleuren gekomen. Tenminste, dat is de versie van Karel Kalis. Kijk nou eens even hier, Drogisterij van der Gaag, anno 1796, bestaat al meer dan 220 jaar. Is daarmee gewoon de oudste drogisterij van Nederland, hè? En die staat dus niet in Leeuwarden, maar gewoon hier in Den Haag. En weet je wat nou zo bijzonder is? Ze bestaan al meer dan 220 jaar en nog steeds met hetzelfde personeel. Kijk maar. Lieve mensen, wij barsten in Den Haag van de cultuur. Wat te denken van het Gouden Hoofd is een aantal jaren geleden prachtig verbouwd. Hele mooie hotelkamers. Dat kun je gewoon in je blote kont, in een jacuzzi over het centrum van Den Haag koekeloeren. Wie wil dat nou niet? Ja, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Daarom hoop ik van ganse harte dat wij over 4 jaar nog een poging gaan wagen. En dan weet ik zeker dat we het wel worden. Culturele hoofdstad van Europa 2022. Want Den Haag is hot. Den Haag is booming. Den Haag ademt cultuur.
En we gaan het ook worden omdat Joop van den Ende plechtig heeft beloofd dat hij tot ver na 2022 al die fantastische musicals hier naartoe blijft halen in het Ceres Theater. En hoog in het publiek. Daarom heb ik tenslotte nog een hele grote verrassing voor jullie. Het heeft het voet en aarde gehad, maar het is mij uiteindelijk gelukt. Want hier zit speciaal voor jullie de volledige cast van de musical The Lion King.